In Amsterdam is vandaag de première van de nieuwe Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. En ik reis af in stijl. Ja, we staan hier dus in Amsterdam voor de première van een nieuwe Indiana Jones film. De BN'ers kunnen elk moment verschijnen, dus laten we overschakelen naar de rode lopen, want daar staat Indiana Bart al klaar. Hey, wat verwacht je van de film? Ja, ik heb een paar dingen al gehoord over hoe die gaat worden en het schijnt echt heel vet te zijn. Heel veel spektakel, heel veel special effects. Een oude Harrison Ford, maar gewoon weer ouderwets goed zoals Indiana Jones hoort te zijn. Hey, wat verwacht jij van deze film? Ja, ik weet het niet. Ik ben heel benieuwd. Wat ik zeg, het is mijn favoriete filmreeks. Er zijn er wel een aantal lieve. We hebben een Die Hard series, James Bond. Maar dit is toch wel de ultieme, vooral omdat het Spielberg en George Lucas en Harrison Ford is. Dus, dus straks bij je deuntje, dan zit jij weer helemaal blij in je stoel? Volledig. Ben jij zo'n grote fan van Indiana Jones? Nou, dit valt eigenlijk wel mee. Ik weet wel dat ik het als kind altijd heel spannend vond. En ik moet ook eerlijk zeggen, toen ik over Indiana Jones nadacht, zag ik ook meteen dat gedeelte dat hij zo dat hart uit die man haalde, dat het nog zo klopt in zijn hand. Dat zag ik meteen weer voor me. En toen dacht ik, wel weer leuk om een beetje herinneringen op te halen. Zo. Bent u ook een echte fan? Ja, ik heb ze wel allemaal een paar keer gezien. Kunt u dan de drie filmtitels opnoemen? Jawel, The Last Crusade, Temple of Doom. Indiana Jones and Raiders of the Lost Ark, dat is namelijk de volledige titel. Ben jij zo'n groot fan van Indiana Jones? Ja, absoluut. Indiana Jones, dat zijn pas echte mannen. En wat verwacht je dan van deze film? Echte mannen. En jij komt hier ook alleen voor de echte mannen? Ja, kijk, ik hou gewoon van hoeden en zwepen en een beetje stoffig en ongeschoren. En wat is het zo mooi aan de Indiana Jones films? Wat doet het voor jou? Nou, kijk, wat het doet is hetgene wat een goede film moet hebben. Het is emotie, het is humor, het is actie, het is heel veel special effects. Het is een geweldige hoofdrolspelers en een heleboel dingen eromheen. Dus bedoel, mijn hartje, wat wil je nog meer? Zou u stiekem ook in zo'n film willen spelen? Stiekem? Zo, de première zit erop. Maar wat een première zonder een echte afterparty. Dus kan Bart meteen checken wat de BN'ers van de film vonden. We hebben net de film gezien, wat vond je ervan? Ik vond hem helemaal te gek. Ik heb echt geen negatieve woord ervoor. Ik vond het een heerlijke film. Ik had alleen het idee dat ik naar twee films zat te kijken. Omdat het einde... Ja, het einde, nou, ik kan natuurlijk nog niet te veel verklappen, maar het einde was heel verrassend. En dat vond ik een beetje jammer. Maar ik vond de humor en de grappen en de acties en het avontuur en het leuke verhaallijntje wat erin zat, vond ik wel... deed me echt denken aan 20 jaar geleden dat ik samen met mijn vader naar Indiana Jones ging. Maar hij haalt het dus niet bij de eerste drie films volgens jou? Nee, maar misschien is dat ook omdat die eerste nog zo enorm in je geheugen staat. Ik denk dat dat het is. Maar het is absoluut, de film is helemaal oké, is erg mooi gemaakt.
zit toch altijd naar te kijken en denk ik, jezus, wat een werk van. Dan zijn ze, ik weet niet zo lang ze hebben gedraaid, maar het moet enorm zijn. Harrison Ford, hoe speelde die? Te gek. Ja, het begin. Dat hij met die schaduw, dat zijn hoedje opzet en zo. Nou, ik vond dat hij dat echt briljant deed weer. Die gast heeft zoveel charisma over zich. Echt zo'n oude kerel die daar staat met zijn pakje aan. Ja, te gek. Volgens mij vond jij het echt fantastisch. Ik voel me echt weer een klein jongetje die de Indiana Jones heeft gekeken. Nou, tot slot, was Harrison Ford nou te oud voor deze film? Nee, helemaal niet. Nee, ik zei net ook al tegen iemand, ik mag nog hopen dat ik er zo uitzie als ik 64 ben. Nee, helemaal top. Damn, I thought that was closer. De avond zette jammer genoeg op. En volgens mij vonden de BN'ers de film ook wel heel oké. Ja, sommigen stonden helemaal te stralen. Ze vonden het echt mooi. Dat dacht ik ook. Nou, wij gaan naar huis. Nou, Bart, hoe ga jij naar huis? In stijl. Bart, we zitten hier om een serie te behandelen waar weinig mensen van gehoord hebben, denk ik. Dexter, het is een beetje een apart verhaal. Een 30-jarige politieman, daar draait het om. Hij werkt bij de politie, hij lost moorden op. En zijn specialiteit is, ja, bloed. Hij lost moorden op en door bloed kan hij zien van wat er is gebeurd. Hij is een bloedspatdeskundige. Ja, een beetje zo'n CSI-praktijk. Okay, van, ja. Je hebt zo'n moord gepleegd, van bloedspat over de muur. Ja, dan gaat iemand lijntjes uittrekken van wat er is gebeurd. En een beetje analyseren. En nou ja, het politiekorps komt in beeld. Zijn zus komt in beeld, werkt ook bij de politie. Ja. En ja, vooralsnog niks aparts eigenlijk. Nee, hij heet Dexter en het is gewoon een hartstikke goede gast. Ja, nee, we leven met hem mee. Maar we komen erachter dat hij niet, ja, hij is niet zo'n normaal persoon. Nee, want hij is stiekem een seriemoordenaar. En dan denk je, wow. Ja, dat is een pittig gegeven. En je zou vermoeden dat dat meteen... Dat een hele gekke situatie is. Het is ook een hele frappante situatie. Maar dat komt omdat je begint een beetje voor de man te voelen. Want ja, hoe zit het precies? Waarom is hij een seriemoordenaar? Ja, je krijgt inderdaad sympathie voor hem. Hij heeft gewoon een bepaalde drang om te moorden. En dat klinkt inderdaad raar. Denk je, ja, dat is de hoofdrolspeler. Maar het komt erop neer. Hij loopt niet zomaar op straat en vermoordt mensen. Oh, nee. Hij gaat de mens vermoorden die het verdienen. De slechterik eigenlijk. Ja, de seriemoordenaars, de drugdealers, de verdachters. Ja. Iedereen die het verdient. Nou ja, verdient om dood te gaan. Of, ja, nou, in ieder geval, hij moet doden en dan maar de mensen die het verdienen. Het is een apart persoon. Hij heeft geen emoties. En hij, ja, je leeft gewoon met hem mee hoe hij de dingen ziet. En dan hoor je zo'n gedacht van, ja, hoe gaat hij daarmee om? Ja. You better be a cop. No, forensics. There's no blood near the body at all. It's the weirdest thing you ever saw. I've never seen such clean, dry, neat-looking dead flesh. How does he do it? How does the killer get rid of the blood? Een ander sterk punt van de serie is hoe het eruit ziet en het sfeertje eromheen. Ja. De muziek, echt van die Latino-Cubaanse muziek. Het speelt in Miami af en jij bent er geweest. Ik ben in Miami geweest en dat is een mooie locatie om een serie op te nemen. Dat denk ik ook. Het is lekker warm en nog lekker zomers en... Het totaalplaatje, dat is zo'n sterk punt ook weer. Zo'n feest om naar te kijken, ja. Ja, inderdaad. En seizoen 2 die is nu net afgelopen, seizoen 3 gaat beginnen. Ja. En ja, ik denk dat je echt nu moet instappen, zodat je dan 1, 2 kan kijken. En misschien ben je nog op tijd voor de slotfinale van seizoen 3. En denk je dat deze serie voor iedereen geschikt is? Als je van Prison Break houdt, zou je dit bijvoorbeeld ook leuk kunnen vinden? Of hoe zit dat? Ja, ik denk het wel. Ik ben ooit inderdaad met 1 aflevering begonnen. En in de eerste aflevering denk je, ja, hoe moet ik hiermee? En mwa. En dan kijk je 2, 3 afleveringen, het standaard verhaal, je zit er helemaal in. Het begint te groeien en... Ja, je leeft mee met die mensen en ja, het is zo geweldig. Het is echt super serie, jij? Ja, super serie. Ga hem kijken en zoals Michiel al zegt, de eerste paar afleveringen is een beetje doorbijten, want het is een pittig verhaal. Maar als je het eenmaal door hebt, lekker blijven kijken en genieten van, want het is echt een fantastische serie. You're all lucky a driver like me just happened to turn up in your prison. Oh, I'm more than lucky. You're out in front. Who are you gonna shoot at? You don't go backwards. He knows we set him up. What are we gonna do? We're going to kill him. Welcome to the jungle! Go! We got one game! Go! We got everything you want! We're opening the jungle! Welcome to the jungle!
just happened.